Hallo en welkom bij de bijen bij Krinkels. Je ziet het, de vliegplank, de vliegopening is al verkleind, zodat we geen last hebben van roverij van andere bijen of van wespen. Zo houden we het makkelijk voor de bijen om het volk te beschermen. En we gaan ook even in de kast kijken, kijken of het goed gaat. Een korte controle zijn, we gaan richting de winter, dus als het goed is hoeft er weinig gedaan te worden. Tot zo! Nou, kijk eens wat een vrolijkheid. Het zit helemaal vol van links naar rechts. Ze vliegen gelijk massaal op me af als ik een beweging maak. We gaan eens even kijken of we zien wat we moeten zien. Dat betekent voer in de kast. Zand klaarmaken voor de winter. Ik ga even aan deze kant staan voor jullie. Klaarmaken voor de winter. Ik verwacht dat dit raam vol met voer zit. Ja, wordt allemaal verzegeld. Dit gaan ze lekker zelf van eten. De komende maanden, want ze moeten toch wel een flink aantal kilo's in de kast hebben om door te komen. Kijk eens aan. Hoppakee, kijk eens aan. Hier ook. Dus twee ramen zitten al goed vol. En ik verwacht aan de andere kant ook nog wel een raam vol. En dan zullen we nog een stukje bij moeten voeren, gok ik. Deze is helemaal leeg. Het waait een beetje, moet een beetje opletten. Dat als ik straks een koningin op het raam heb, dat de boel niet eraf waait. Even ophouden, zoals nu bijvoorbeeld. Ja, dan kan die weer. En dan zie ik hier al larfjes, top. Dus er is een koningin nog steeds aanwezig. Moet er in elk raam voer zitten? Nou, elk raam een beetje voer. In ieder geval dan aan de zijkanten sowieso voer. En dan zullen de bijen door de kast heen gaan van de winter als ze in één groot broednest zitten. Ook hier larfjes. En dan zullen ze moeten gaan overleven. Hier loopt de koningin trouwens weer. Witte stip, kijk of je hem ziet, ik zal hem aanwijzen. Hier loopt ze. Hier loopt onze koningin. Hartstikke mooi. Dus we hebben eigenlijk al een heleboel gezien. We hebben gezien hoeveel voer. We hebben gezien dat de koningin er is en dat ze gelegd. Nou, top. Ik wil alleen nog even kijken hoeveel voer er nog totaal in zit. Ik ga uit even van nu op dit moment even volle ramen kwartellen. Dus gewoon twee volle ramen. Twee volle ramen en overal zit wat broed. Gesloten broed, de dekseltjes waarbij dicht zit jonge nieuwe bijtjes uitkomen. Die straks al die tijd, al die maanden de koningin warm moeten gaan houden. En moeten gaan voeden en alles. Hier zit ook een beetje voer in. Nou, een beetje half vol. En ik verwacht hier dan weer wat meer. Bijen slaan vaak het meeste voer aan de zijkanten op. Ja, dit zit inderdaad ook voller. Ook nog wat broed in, dus deze mogen we ook wel eens half. Dus we hebben drie volle ramen. Mogen we uitgaan dat het zo'n 7,5 kilo is. En eigenlijk wil ik wel... Ja, deze zit helemaal propvol. Eigenlijk, deze is heel zwaar. Eigenlijk wil ik in de kast zo'n... Vaak zeggen ze 15 kilo, ik zie 12 kilo. Dat is meestal ruim voldoende. In het voorjaar heb ik meestal ook gewoon voer over. Zo'n 12 kilo zou mooi zijn. En hoe ze dat verdelen mogen de bijen helemaal zelf bedenken. Dus we gaan deze weer terugstoppen. Hoppakee. En dan doen we straks een klein beetje voer erbij. En dan hebben ze het hartstikke goed gedaan. En dan was dat al de controle van de bijen bij Krinkels. Ik zou zeggen, kijk op bijenhuren.nl bij Krinkels en geniet van de bijen.